Yo mensen, tof ik aan deze video. Mijn naam is Wesley van Westboy 1999. En we zijn vandaag weer terug met GTA 5 online. Een beetje in de free room. En twee races gaan wij deze aflevering doen. En ik dacht van, nou weet je, we gaan pas met de auto. Gaan we lekker even een stukje fietsen. Dat gaan we even dit keer doen. Ik dacht van, nou, we gaan even die stunt doen op de fiets. Ik heb geen idee of dat kan, maar we gaan het proberen daar. Die hoge stunt en kijken of dat gaat. En we landen hem in ieder geval. Dat is heel wat. Maar hij is wel frilled. Dan was ik bang als we hem hadden. Als we over de kop hadden gegaan. Dan hadden we niet meer hier gezeten. Kijk nu. Ja, ik durfde het niet aan. Ik durfde de gok niet aan om dat te doen. Dus nou, deze aflevering gaat ook weer een autootje pimpen. Een nieuwe auto. We gaan even naar onze garage. Even kijken. Hier is hij. Ik heb trouwens natuurlijk ook alweer in mijn vrije tijd dat GTA gespeeld. Een nieuwe auto toegevoegd. Die heb ik ook al gepimpt. En nou, dit is dus die nieuwe auto. Deze. Die daar staat. Je ziet het. Maar er komt dus nog een nieuwe auto aan. Die gaan jullie de volgende aflevering zien. Ik heb ook de volgende aflevering iets andere kledingstijl. Dus hou gewoon in de gaten. De volgende aflevering gaat ook volgende week weer komen. En van deze week hebben we ook nog de Planet Coaster. En de Rudy's voorspelling. En de Westpraat na aflevering. Dus genoeg om van te genieten. En natuurlijk volgende week weer Career Modes. Dus hou het zeker in de gaten. We gaan even een auto bellen. En die staat in die andere garage. Doe maar de Runner, Tornado, een van de twee. Want eentje gaan we daarvan verkopen. Want we hebben daar het geld weer voor. En die gaan we dus verkopen. En hebben dus weer meer geld. Dan kunnen we van dat geld dus een auto kopen of pimpen meer. Even kijken, hier is de pimpzaak. Dan moeten we de O keren. Want deze auto vind ik toch niet echt zo'n auto die ik gebruik. Nou moet ik zeggen dat ik wel meer auto's niet gebruik. Ho! De volgende aflevering gaat er nog eentje daarvan uit. Of die gaat naar de tweede garage waar de auto's staan die ik dus minst gebruik. Even kijken hoor. Nou, we zijn er bijna. Er wordt positief gereageerd op GTA. Daar ben ik zeker blij mee. Dus ik vind het super dat jullie het leuk vinden dat dit weer terug is. En ook op de shorts die ik af en toe plaats. Gewoon random shorts. De korte video's op YouTube. Wordt ook aardig goed naar bekeken. Dus ook daar ben ik blij om. Even kijken, dan gaan we hem verkopen. Hoeveel krijgen we ervoor? Oké, dat is op zich genoeg. Of genoeg, dus veel geld. Dus we gaan hem, we hebben hem verkocht. Hebben dus weer genoeg geld, of in ieder geval weer wat geld erbij. Dan zetten we gelijk even op onze bank natuurlijk. Dan gaan we naar Maza Bank. Hoe je het ook mag uitspreken. En dan zetten we gelijk even op onze rekening. Dan moet ik wel zeggen, het gaat in de. Het is in mijn tijd dat ik nu privé ook GTA speel alweer er doorheen gegaan. Omdat ik wat wapens had gekocht. Maar we gaan nu dus voor een nieuwe auto. Die gaan we nu halen. En dat is even kijken. Ik zat een beetje te zoeken. Je hebt natuurlijk ook auto's die gratis zijn in GTA. En ik heb in de, even kijken, in de aflevering van de Jaraski gezien. Dat er een, als je de update doet van. Deze ging ik nu halen. Maar volgens mij doe ik die andere privé. Want ik heb nog een auto erbij gehaald. Die was gratis. Dat zag ik bij de video dus bij Jaraski. En die heb ik dus al gepimpt en alles. Die laat ik jullie in de volgende aflevering dus zien. Dus hou er zeker. Dus ook al zei het kanaal in de gaten. Maar eerst gaan we deze auto dus even daar naartoe. Moeten we wel helemaal weer naar onze dingen lopen. Ik dacht van nou, ik ga niet lopen, dacht ik in mijn eigen. Dikke doei. Dus ik haal deze vrouw uit die auto en ik gas erheen. Nou. Even kijken, een Hummer is dit, denk ik, of zo. Nou, het lijkt in ieder geval op. Gaan we eraan, tuut, er komt eraan. Even kijken. Hierheen, top, ho, ja. Prima geparkeerd, helemaal top. Niks meer aan doen. Oh, dan kan ik hier niet doorheen. Ja, zo wel. En dan gaan we kijken of die al in onze garage staat. Ik denk het, neem aan van wel. Nee. Nog niet. Ofwel, nee, wel, ik zag het verkeerd. Komt dat hij al blauw was, dus het valt niet zo erg op. Maar hij stond er wel al in. Dus we moeten even terug. Maar hij stond daar naast die andere bak. Hier is die. Lichtblauw. Nou, dit is dus niet. Onze kleuren zijn blauw en oranje. Dus dan gaan we even gauw veranderingen inbrengen. Dan gaan we even weer naar de pimpzaak toe. Nou, we weten ondertussen nu wel waar die zit.
En dan verder zeg ik ja, hierheen, ja, deze straat in. Er komt politie opeens, random. Dus voor de zekerheid, ja, daar was die, oké, top. Nou, gaan we weer door. Er zit natuurlijk vaak bij het vliegveld, dus ja, sowieso wel redelijk veel politie. Daar kwam een politie aan rijden, zeg. Als die door is gereden, hadden we de politie achter ons aangehad. Nou, dan gaan we deze even pimpen. En ook hierdoor ging het geld er aardig hard doorheen. We gaan het zien, even kijken. Wat kunnen we hiervan maken? Sowieso even, ja, zo. En dan de uitlaten. Hebben we dan de grill, de voorkant. Dan is deze wel top eigenlijk. De bovenkant, oeh. Ja, doe deze maar. Geen idee, maar ik vind het wel wat hebben eigenlijk. Neonkleur, blauwe lampen. Doe me eens even de neonkleur onder de auto. Op deze manier. En natuurlijk in het oranje. Deze. Even kijken. Plaat. En ik denk, gaat er maar niet zoveel uit. Secondary color. Onze crew kleur. Nee, secondary color wordt natuurlijk oranje. Dus dat is, even kijken. Hier. Nee, niet hier. Dus even kijken. Even dit de voorkant. Nee, dat kan ik niet veranderen. Hier, dit, hoed. Suncage, spoiler, spoilertje erop. Transformation, ik heb geen idee wat het inhield, maar het geldt ook niet echt voor allemaal. Het enige wat nog veranderen is dus die kleur. Secondary color moet dus oranje worden. En dan doen we hier even, oké. Ja, hier, oranje. Toppen zijn nu heel erg door het geld heen. Maar we hebben wel dus een nieuwe car. En we gaan kijken hoe die rijdt. Of die goed voelt een beetje qua rijden. Ja, hij is wel. Ja, hij voelt op zich wel goed. Hij is ook vrij snel, hoor, moet ik zeggen. Hij voelt zeker goed aan. Dus is weer een mooie nieuwe toevoeging aan de auto's. Oh, ik hoor nog steeds die politie. Oh, hij slipt wel een beetje weg, maar... Oh, oh, het is die gozer, die denkt ook van... Hey, ik ga achter hem aan. Jammer joh, dat ik in passive mode zit voor je. Dus ik ga lekker mijn garage in. Oh, ik zie wel dat ik een andere kleur oranje genomen heb. Dat moet ik later misschien even aanpassen. Als ik weer wat geld heb. En ja, we gaan nu door, want we gaan wat races spelen. En de eerste race gaat hier van start. Het is wel een standaard race, dus we kunnen elkaar eraf beuken. Ik hoop niet dat er zoveel gebeurt, want... Daar heb ik geen goede ervaringen mee. We staan zesde tot nu toe. Gaan kijken hoe dit vol weet te houden. Met de bochten die we erbij komen. De turbo. Ja, hier gaat het al verkeerd. Hier gaat het alweer gewoon helemaal verkeerd. We staan nu weer zesde. We staan niet helemaal achteraan. Ja, jongen. Dat beuken heb ik zo'n hekel aan. Maar hij was er ook afgebeukt, denk ik. Want hij staat nu weer voor me. Ja, hier ga ik er weer zelf naast. Ah, jongens, het zit niet allemaal mee. Maar ik ben in ieder geval niet de enige, want steeds gaat er ook iemand met mij mee terug. Die ook crasht. Nou, nu de boel goed houden. En dan gaan we nu eindelijk een keer verder. De buizen. Nou, we gaan kijken waar dit gaat eindigen. Ja, dat bedoel ik. Oh, jongens, ik ben echt... Dit is echt even wennen weer van mijn races na zo'n lange tijd. Ik ben privé ook heel veel races aan het spelen eigenlijk om gewoon... beter erin te gaan worden. Ja, ja, dit wordt hem ook niet. Ja, helemaal top. Maar niet heus. Oh, jongens. Nou, ik denk dat dit weer een DNF'je wordt. Ben ik een beetje bang voor als het zo doorgaat. We gaan hier het hoekje om. En dan daar omhoog. We staan zesde nu. Oké, dus is iemand gecrashed. Want die loopt nu achter ons. Gaan we een stunt doen? Ja, en gelijk op de rem. Kijk, prima. Eentje gaat er boven ons door. Die is dus ook alweer voor. Zo zijn we dus alweer zevende nu. Hoppakee, yo, rondje maken. Oh jee. Ja hoor, daar was ik al bang voor. Nou, doe maar refresh. Want anders... liggen we hier met kerstmis nog. Oké, nou, door. Door gassen. Ook al heb ik dat weinig zin, neem ik aan. Maar goed, je weet maar nooit.
Turbootje, 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 turbootje en gas. Ho, ho. We krijgen een spiral, ook dat nog. Nou, die ligt nog wel vlak voor ons, dus op zich kunnen we nog 6 AC. Ja, hier gaat er nog naast ook. Top hè, dankjewel. Moet ik er niet naast gaan natuurlijk nu. Dat ging bijna mis. We kunnen gelukkig nog door. Zo. Gas erop. Gas op die lolly. Hier het hoekje om. Ja, dat gaat ook nog goed. En hier dan weer. Da, 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 da. Turbootje. En dan zitten we in lap 2. Hoeveel laps hebben we eigenlijk? 2 laps. Laatste lap dus. En ik heb er weinig vertrouwen in dat wij überhaupt nog gaan kunnen finishen deze race. Ho, turbo. Weer. Hup. En hup. Dit gaat het wel allemaal goed daar op dat moment. Dat ging 2 keer fout. 3 keer zelfs. Hier ging het ook fout. Hier kunnen we nu ook in 1 keer door. Kijk. En daar later krijgen we die overlapping. Daar moeten we ook mee oppassen. Dus hier rustig. Rustig zeg ik. Er doorheen. Nou, er is al iemand gefinished. Dat bedoel ik. Dus als die vlak achter elkaar liggen. Dan kunnen we. Ja, hier gaat het weer fout. Weer fout. We toch kunnen dat zelf nog herstellen. Maar de tweede plek is ook al gefinished. Ik ben er bang voor, jongens. Ik ben bang voor de DNF. En zeker als we hier nog even niet goed gaan landen ook. Kijk, dat bedoel ik. Ja, jongens, tuurlijk. Allemaal moeten we nog refreshen ook natuurlijk. Zo vlak voor de checkpoint. Dan krijgen we nooit meer goed. En dan gaat de DNF-counter zo lopen. De derde positie is gefinished. Als we op de 4 finish, dan is het DNF-time. Dan gaan we over de turbo heen. Dat betekent nu dat we ook over de remschijven heen gaan. Zo, turbootje nog pakken. Geen idee wat allemaal nog zin heeft. Want de vierde plaats is gaan lopen. En we redden het never nooit meer. Met 28,23 seconden nu op de klok. Gaan wij dus onze DNF krijgen in. Ja, nu helemaal. Dat kregen we al, maar nu kan ik het wel zeker vaststellen. Ik heb het helemaal geen zin meer. Ik blijf lekker staan. Ik blijf gewoon lekker staan, jongens. Ik heb echt helemaal geen zin. DNF. Voor ons. En dan is dat dus in deze race de DNF. Jammer genoeg. Gaan we door naar de volgende race. Kijken of we deze überhaupt kunnen gaan finishen. Wel weer een race waar je elkaar kan aanraken. Maar wel met vangrelen aan de zijkant. Dat ben ik al lang blij mee. Dat ik niet zo snel eraf valt. We zijn met veel man. 15. Nou, 14 er nu. Randjes meepakken. Dan ga je wel wat sneller. Nu weten jullie van de vorige races. Nu zijn we 13. Iedereen crasht. Hopen dat wij het hoofd koel weten te houden hier. Met de bochten al helemaal. Kijk, nu loop je elkaar weer lekker in de weg. Ja, dit had non-content moeten worden, jongens. Jammer dat ik er niet voor het zeggen had. Dan zou ik het echt ingesteld. Non-content race. Moot, we gaan door. Zo. 12. Bouw op met dat gebeurt. Fuck, lekker voor je. Lekker voor je. Kunnen wij de auto nog recht krijgen? Ja, met dank krijgen we de auto recht. Kijk, top. Dankjewel mensen achter mij. Helemaal mooi. Ik vind het helemaal hartstikke mooi. En nu snel er vandoor. Ook al staan we 13e. Op zich is dat ook nog niet echt helemaal top. Maar goed. Je moet de vaart erin zien te houden. En gewoon kijken wat je nog voorbij kan komen. En niet zoveel crashen. We zijn toch vlak voor die andere twee voor ons. Dus we kunnen zomaar 10e worden nog. Randjes mee blijven pakken. Krijgen we een turbo hier weer als we omhoog gaan. Zo. Of we moeten gewoon een keer fout maken. Ja, of wij gaan nu tegen de vangrail. Nee, gaat goed. Oh, nou, dit kan ook. Langs de ramp en dan gaan we ook langs iemand anders. Want we staan opeens 12. Oké, let's go. Ik weet niet voor lang natuurlijk. Maar goed. Hier moet je uitkijken. Hier kun je elkaar tegenkomen ondertussen. Ja. Helemaal top. Door gassen. Hoekie om. Oh, dat gaat net goed. Ik heb eigenlijk niet opgelet hoeveel laps dit auto is. Maar 1 lap, want de mensen gaan al finishen. Oké, dan hoop ik en dan weet ik het niet zeker. Maar ik denk het wel dat wij ook nog kunnen finishen. Want de finish is hier vlakbij. Dat moet op zich kunnen. Ook al is de DNF-counter al gaan lopen. De finish is vlakbij. Dus ik neem aan
Of wij dit wel nog gaan redden. Finishes in de... Ja, dat redden we nog wel. Dat redden we nog wel. We finishen. En ze hebben dus wel nog... En daarachteraan ook niemand. Ze hebben dus 12 geëindigd in deze race. En ja... Was dat volgens mij de laatste race in deze aflevering. En is deze aflevering bijna tot zijn einde gekomen. Big Boris is winnaar geworden. Nou, dat is fijn voor Big Boris. Dus wij zijn nog 12 geworden van de 16. Op zich niet zo slecht. Helaas geen top 10 geëindigd. Maar ja, dat mag de pret niet drukken. En dan ga ik deze video afsluiten voor jullie. Ga jullie de volgende GTA video weer zien volgende week. Zoals ik houd kanaal in de gaten. Ook nog met Planet Coaster die eraan komt. Bedankt voor het kijken. En later jongens. Doei doei.